zal geurexpert Lloyd vanavond ook een neus voor de juiste liefdespartner hebben. Dit is echt gewoon mijn favoriete geurtje. Hij ruikt gewoon echt naar de beste geur ever. Ik omschrijf dat altijd als gewoon een fruitige parfum. Een fruitige shampoo-lucht. Gewoon, hij is zo lekker. Hi. Hallo, Lloyd. Hallo. Kom. Als je de hele dag omringt door lekkere geuren, door iets bloemigs, door iets houtigs, noem ze maar op, door iets zoets. En je loopt dan naar buiten en het ruikt minder lekker. Of je zit in het openbaar vervoer en het ruikt naar zweet. Dan komt dat harder aan of zo, heb ik het idee. Je hebt mooi haar, mooie ogen. Dank je. Voel je je goed? Ja. We gaan goed voor je zorgen. Ik heb eigenlijk aangegeven dat ik niet echt een type heb. Wat ik wel echt belangrijk vind is hygiëne. En dat iemand lekker ruikt. Dus ik denk dat ik wel misschien even een snuifje gaan doen, stiekem. Hey. Hey, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Nageslacht te doen. Ja, nee, ze zijn heel erg uitgegroeid. Nee, niet zelf. Nee? Nee, maar ik moet ze weer even laten doen, maar ze kon nog niet. Je hebt een leuk adresje. Ja. Alsjeblieft. Mag ik van jou gewoon iced tea? Tuurlijk. Ja? En dan wil je liever de groene of sparkling? Doe maar sparkling. Yes. Ja. Jouw ogen zijn zo blauw. Dankjewel. Dus ik was gewoon benieuwd hoe het nou in het echt was. Maar daarom heb ik me gewoon opgegeven. Nee, dat was de hele reden. Ja, het klopt in ieder geval. Top. Het klopt. Maar je hebt ook hele lichte ogen. Ja, dank je. Wat zijn jouw roots? Wat denk je? Geen idee. Doe eens een gok. Je zou Maori zou je kunnen hebben, maar dat is ook de haardracht die je erbij hebt natuurlijk. Misschien, ja. Een beetje Hindoestaans. Ja. Ja? Ja, mijn vader is Surinaams en moeder is gewoon Nederlands. Ah, kijk. Ja, lekker, dankjewel. Wat zou je hier leuk vinden? Ik ben heel benieuwd wat er eigenlijk binnen komt lopen. Omdat ik echt gewoon een omschrijving van precies niks heb gegeven. Hoe omschrijf je? Is het man-vrouw X? Ja, misschien. Anything? Ja. Ben je dan panseksueel? Of hoe noem je het voor jezelf? Of queer? Nee, ik heb gewoon meer zoiets van als er iemand is die ik aantrekkelijk vind, dan dat. Dan is het goed. Ja. En wat voor karakter dan? Waar voel jij je fijn bij? Ja, ik vind het echt wel chill als iemand gewoon echt lief is en aardig en echt wel humor heeft. Mm-hmm. Ik denk dat ik dat eigenlijk het belangrijkste vind. Ik ben niet een persoon waarvan je zegt, oh, die heeft tegengas nodig. Dat vind ik echt heel irritant. Ja. Ik wil gewoon lekker vredig. Harmonieus. Ja, precies. Ik wil gewoon, doe jij je ding, ik doe mijn ding. En dan komen we elkaar wel weer tegen. Tyler houdt van dansen, schrijven en clubben. Maar toch wel het meeste hiervan. Ik hou van katten. Als ik een kat op straat zie, ik moet hem aaien. Moet. En ik heb eigenlijk al heel mijn leven kat gehad. Mijn eerste kat heette Fiets. Het is een potje met de kattensnorharen van mijn vorige twee katten, Cairo en Luxor. Het waren zusjes, dus daarom voelde ik me comfortabel om het in hetzelfde potje te stoppen. Hallo. Hallo, Tyler. Hi. Wat ben jij leuk. Dankjewel. Ik heb momenteel één kat, zometeen dan twee. Er is zeker nog een plekje op de bank. Ik vind het gezellig dat je binnen bent. Ja. En je deed waarschijnlijk ook. Ja. Qua uiterlijk trekt mij aan een beetje een soort van, ja, viking. Een beetje metal guy, een beetje alternatief. Lang haar, het liefst. Het liefst baard, een beetje harig ook. Hoe mijn moeder het omschreef was een beerman. Hi, ik ben Lloyd. Hi, ik ben Tyler. Leuk je te ontmoeten. In het gelijks. Ja. Waar ben je vandaan komen? Amsterdam gewoon. Dus. Wat fijn. In hoeveel tijd ben je hier gekomen dan? 20 minuutjes. Ik ben afgezet door mijn bovenbuurman. Nou, ik ben echt, ik denk dik 2 uur onderweg geweest. Oh, nee, waar kom je vandaan dan? Den Haag. Oh my god. Ja, ik heb heel lang in Den Haag gewoond, maar ik woon nu in Monster. Waar? Ja, het is in het Westland. Oh, ja, damn, heftig. Ja, het grenst wel echt aan Den Haag, maar het is wel echt een dorp. Oké. Okay. Ja, dus... Luxor? Ja, mijn oude kat. Nee. Die Luxor, zo heet hij mijn vorige kat. Lust je iets te drinken? Heb je een Moscow-Mule? Ja, tuurlijk. Ja, ga ik maken. Yes. Woon jij leeft in Amsterdam? Ja, geboren en getogen. Oké. Okay. Ja. En ik woon samen met mijn moeder, nog steeds. Ja. Wil je een goede band met je moeder? Ja, zeker. Ja? We zijn echt... Heel ja, echt. Ik heb echt precies hetzelfde met mijn moeder. Oh, als wij. Ja. Alsjeblieft. Yay. Cheers, op jullie. Thanks. Oh, nou, proost. Ja, cheers. Oh ja, jouw kat heet trouwens... Ja, mijn vorige kat. Ja. Luxor. En hoe oud is die? Die is
12 jaar geworden. Ze is vorig jaar overleden. Okay. En ze had dan een zusje, Cairo. Oh. We hadden ze allebei tegelijk geadopteerd toen ze 11 waren. Oh. Dus, oh, maar een jaar! Oh, yeah. Kut! Ja, ze gingen allebei helaas dood aan nierfalen. Ah, mijn vorige kat ging ook dood aan nierfalen. Oh. Die heette Kaya. Wat een mooie naam. Ja. Nou, nu heeft mijn tante die naam geschreven. Godver. Ja. Ik hou ervan als mensen net zoveel liefde hebben voor katten als ik. Want katten zijn gewoon hele lastige wezens. Je moet echt hun vertrouwen winnen. En zodra mijn kat iemand niet vertrouwt, vertrouw ik diegene niet. Ik heb nu nog een kat. Hoe heet die? Bruno. Mijn kat Bruno. As in, we don't talk about Bruno. Van Encanto. Ik heb de film nog steeds niet gezien. Maar ik ken het muziekje wel. Ja, en binnenkort, over een paar weekjes, komt er een kitten bij. Een Siberische. Oh mijn god. Ja. Heb je die gekocht? Ja. Of gewoon van een kennis? Die zijn echt super duur. Ja, normaal zijn ze met stamboom €1400. We hoeven nu €400 betalen, want hij heeft geen stamboom. Stamboomloos. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt ons niet uit. Nee. Het is nog steeds een raskat. Ja. En fucking mooi. En fucking mooi. Ja. Ik wil gewoon heel graag een kitten opvoeden. En ik heb een kitten opgevoed, zo kan oh. Hoe heet ze? Ja, ze heeft wel twee namen, want dat kan. Ik vind dat gewoon mogen met een kat. Zeker Lillian Rose. Her. Ja? Oké, ja, thanks. Oké, thanks voor de support. Ja, nee, love dat. Ik dacht, als je het met een kind doet, geef je kind alsjeblieft gewoon geen twee namen. Like een Leanne. Ja. Nee. 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 Kies een naam. Kies een naam. Mijn moeder die dacht ook, je broer krijgt 3 letters en jij krijgt 4 letters. That's it. Meer niet gewoon. Ik ben je naam vergeten. Ik jou ook. Ja, ik zat echt net over na te denken. Okay. Oh, wat mega fijn. Yeah. Anyway, hi, ik ben Tyler. Hi. Hoe heet jij dan? Raad. Gewoon voor de grap. Nee? Wat voor vibe geef ik af? Ik wil het weten. Ja, ik vond jou wel een Tyler of een Mateus. Maar dan chic. Mateus. Gabriel. Iets in die richting. Is dat wat ik jou geef? Nou, ik heb echt geen idee. Lloyd. Oh. Dat had ik niet. Had 4 letters. Ja. Had ik niet. Gewoon met 1 L. Mijn moeder dacht 2 L'en. Waarom? Y of een I? Een Y. Ja, oké. Okay. Ja, ik zei. Nice. Ja, ja. Ik vind het wel echt serieus dat je echt heel mooie ogen hebt. Dankjewel, jij ook. Dank je. Goed? Is het goed? Groen-ish. Het is echt moeilijk te zien. Ja, het is groen-ish met nog een bruin randje erbij. Ja, ja. Oké. Okay. Ik heb voor jullie crispy dumplings met wasabi mayonaise. Je hebt echt trouwens wel echt een gladde huid. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Jij ook. Dank je. Zou jij ooit aan de botox gaan of zo? Denk het niet. Nee? Nee. Nee? Ik heb er eigenlijk nooit over nagedacht. Zou je überhaupt ooit van jezelf laten doen? Heb ik al, soort van. Oh mijn god, wat? Mag ik... Oh, je hoeft het niet te vertellen, maar... Nee, wel. Oh. Want ik wil eigenlijk heel dat jij dit weet. Oh. Ik ga de medische termen vertellen. Okay. Ik heb een dubbele mastectomie en een hysterectomie gehad. Ja, je linkerteen. Ja, je linker grote teen. Ja, ja oké. Okay. Nee, dubbele mastectomie betekent dat je borst eraf gaat. Oh. En hysterectomie betekent dat je baarmoeder eruit gaat. Oh my god, heb je een baarmoeder? Had. Gehad. Ik ben transgender. Oh. Ja. Oké. Okay. Ja. Maakt geen reet uit, maar oké, good for you. Ja, dus dat heb ik al aan mezelf laten doen. Oh, even serieus. Ik vraag jou letterlijk, laat je boter toe en dan maak je nu een brug met ik ben ook transgender. Ja. Ja. Ik merkte het al een beetje op een vroege leeftijd dat ik... Ja, ik wilde in de zomer ook gewoon buiten spelen zonder shirt aan en voetballen met die jongens. Maar nee, dat mag niet, want je bent een meisje. Wat heeft jou misgevonden? Ja, thanks, man. Ja, ieder jaar, ieder moment, als je dan terugkijkt op je oude zelf, dan ben je een andere persoon. En dan denk ik van, ik heb dat meegenomen, ik heb dat meegenomen. Mensen komen, mensen komen toch altijd met, coming out. Die heb ik bijvoorbeeld nooit gehad. No one cared. Ja. Niemand boeide het. Ja. Ik weet nog wel dat mijn moeder zei, ik wil echt een rijke man. Toen zat ik in de douche. Zei ik ook. Ja. En toen zei ze, wil je man dan? Dus toen zei ik, weet ik veel misschien. Toen zei ze, oké, nou dan moet je wel delen. Het geld dan. Zo is ook een beetje de relatie tussen mijn moeder en mij.
Want zij heeft je wel gewoon lekker gesteund en noem ze maar op. Toen ik wel gewoon uit de kast kwam als transgender, dat was wel echt iets wat ik gewoon duidelijk moest maken. Yo, mam. Ja. Dit moet gebeuren. Ja. Toen was ook van, oké, ja, weet je, we gaan dit doen. We gaan naar de kapper, we gaan naar de huisarts, ik ga naar het vuur. Oké, ja. Doe wat je wil. Ja. Zolang jij gelukkig bent. Ja. Dat vind ik echt heel fijn. Ik hou van jouw moeder. Ik hou van jouw moeder. Oh, dank je. Ja. Heb jij op dit moment eigenlijk parfum op? Ja. Mag ik ruiken? Maar ik heb hem wel bij me. Was dat ook je voorwerp? Nee. Oh. Ik heb deze. Oh mijn god. Oh, Jo Malone. Ja, ik ben echt een Jo Malone. Oké. Ja. Pluspunten. Mijn voorwerp was een potje met kattensnorharen. Sorry. Ja! Hoe kom je aan snorharen? Dat is vraag nummer 1. Die vind ik gewoon in mijn huis. Huh? Dat zijn toch geen snorharen? Jawel, dat zijn kattensnorharen. Ik heb nog nooit een snorhaar gevonden hoor, van mijn kat. Dus ik heb zoiets van... hij verzamelt natuurlijk snorharen, maar zijn kat hebben wel nierfalen gehad. Dus dan heb ik zoiets van, hoort je kat wel snorharen te verliezen? Ik weet dat niet persoonlijk. Alsjeblieft, rekening. Ja. Yes. Nou, ik wil hem wel betalen, vind ik hem niet erg. Zeker? Ja, want ik haat splitten. Veel te hoge stoelen voor mij. Wat? Veel te hoge stoelen voor mij, ik heb kleine benen. Ik wilde juist echt splitten. Nee, okay. daar krijg ik gewoon een soort van allergie van. Willen jullie elkaar nog een keer zien? Nou, ik wel. Ja. Ik vond het hartstikke gezellig. Ik vond je een hartstikke leuke persoon. Ik heb ook gewoon echt eerlijk gezegd van een van de meest leuke personen die ik sinds een tijdje heb leren kennen. Ik dank je wel. Even vragen aan jullie hoe het met jullie is gegaan. Ja, ik vond het heel gezellig. Gezellig. Ja, het was heel gezellig. Ja. Het voelt dan niet goed om je dan niet nog een keer te zien, maar ik weet niet op wat voor grond, zeg maar. Precies. Dat zie ik dus ook. Gewoon in ieder geval nog een drankje doen voor de camera's. Ja. Leuk. Doei. Thuis. Ja. Dus. Ze hadden die heel veel vragen en verhalen voor elkaar. En nog steeds. En dit is positief. Positief. Weer goed bezig. Hot damn.